Ja, geen festivals tot 1 september, dat zei het kabinet eerder dit jaar. En dus gaat het Lowlands Festival, dat morgen zou beginnen, ook niet door. En het is onduidelijk wanneer het wel weer kan. De directeur van Lowlands ergert zich aan wat hij willekeurige maatregelen noemt. Grote puinhoop, een ravage wordt het. En die zal ook niet snel te herstellen zijn, want ja, dan is de hele infrastructuur omver. Als je de hele culturele sector kapot ziet gaan, dan moet je in gesprek gaan. Dansen en chansen, bier en bands. Nederland houdt van festivals. Maar onze grote liefde is ons afgepakt. Ook Lowlands, 60.000 bezoekers in Biddinghuizen, gaat het weekend niet door. Waar zijn ze nou? Hier zijn ze. Kom eens. Normaal gesproken zou ik hier niet in mijn eigen tuin bij mijn kippen zitten. Maar zou ik op het terrein in Biddinghuizen zijn, al een week of twee. En zouden daar nu ongeveer... Donderdag zouden we beginnen, dus dan zouden nu denk ik wel 500-600 man bezig zijn met de opbouw. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt natuurlijk heel slecht. Ja, dat voelt verdrietig en tegelijkertijd ook het voelt eigenlijk vooral verdrietig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Erik van Eerdenburg is ruim 20 jaar directeur van Festival Lowlands. Dat zijn festival dit jaar niet doorgaat, daar heeft hij alle begrip voor. Maar nu de horeca en scholen open zijn en het vliegverkeer is opgestart, wil hij ook weer aan de slag. Die willekeur die begint ons wel behoorlijk te irriteren eigenlijk. Ook omdat we er echt aan kapot gaan aan die anderhalve meter samenleving. Het was gewoon een hele gezonde sector. Waar die echt zijn eigen broek helemaal ophoudt. En die wordt helemaal ten gronde gericht nu. Krasnapolski was het laatste festival dat dit jaar in Nederland nog wel doorging, vlak voor corona uitbrak. Directeur Mariska Berrevoets heeft het gevoel dat de sector in Den Haag wordt vergeten. Nu moeten we wel echt beginnen met het festival voor 2021. En er is zoveel onduidelijkheid vanuit de politiek in wat we kunnen gaan doen en wat we mogen. En er ontbreekt gewoon een visie. En wij kunnen eigenlijk pas beginnen als er een visie is. Want je neemt een groot risico, we kunnen ons niet meer verzekeren. En je moet kosten gaan maken. Ik val maar met de deur in huis. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Je mag wel verwachten dat in zo'n persconferentie in ieder geval de sector die als enige nog volledig stil ligt, in ieder geval benoemd wordt. Zeker omdat we richting 1 september gaan. En dat is toch altijd wel een datum geweest die genoemd is daar gaan we naartoe en dan zien we verder. En ik vind het heel kwalijk dat daar nog helemaal niet over gesproken wordt. En dat geeft ook blijk van dat het huidige kabinet eigenlijk heel weinig snapt van de sector waarin wij zitten. Ik denk dat het niet als een prioriteit wordt gezien. Terwijl je ziet dat de energie die er onder de jeugd is op dit moment als eerste tekenen nu toch wel echt opstanden beginnen uit te breken. En je ziet ook gewoon dat het een papieren werkelijkheid aan het worden is, die anderhalve meter samenleving. Want er zijn overal gewoon samenkomsten van mensen. En al is het een huiselijke kring. Ook daar zijn we inmiddels niet meer veilig, lijkt het. Want we moeten mogelijk nog met z'n zessen in een huis zitten. Ja, het is een papieren werkelijkheid aan het worden. De wereld is niet gebouwd op anderhalve meter. En we moeten naar andere oplossingen toe. Natuurlijk moeten we voorkomen dat er een tweede golf komt, vinden ook de festivalorganisatoren. Maar ze hopen ook dat er met een beetje creativiteit wordt gekeken naar wat er wel kan. We staan met het hele team echt te trappelen om te beginnen. We willen zo graag weer een mooi festival maken. En er moet gewoon duidelijkheid zijn over binnen welke randvoorwaarden dat kan. En ik denk dat wij een sector zijn die bij uitstek geschikt is en expert is in publiekstromen en in dit op de juiste manier doen. Dat zie je ook aan hoe alle podia en theaters nu met de regels omgaan. Een klein café wat slecht geventileerd is, is gevaarlijker voor de gezondheid dan een goed geventileerde schouwburg of een Ziggo Dome of een Ahoy in Rotterdam. Daar moeten we ons op gaan richten. We moeten op een andere manier leren omgaan weer met dit soort virussen. Want een anderhalve meter samenleving is uiteindelijk niet vol te houden. Dat is mijn overtuiging. We zijn knuffeldieren.
Ja, ook de nachtclubs en discotheken willen weten waar ze vanaf 1 september aan toe zijn en hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar premier Rutte. En tot zover één vandaag. We zijn er altijd online en morgen ook weer op radio en televisie. Ik wens u nog een heel mooie avond.